even een koffietje gehaald bij de bakwerk. En dan kunnen we nu de vlog openen. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe video van Vrijreiziger. Ik sta vandaag op Rotterdam Centraal, wat zoals je misschien hier ziet flink aan het verbouwen is. Met name op de sporen. We zijn ook bezig hier de sporen aan te passen. Vandaag gaan wij niet op Rotterdam Centraal uitspoken. Nee, we gaan met de trein richting Zeeland. Ik ga namelijk op zoek naar het rustigste station van Zeeland. Veel kijkplezier! Ja, vandaag gaan wij naar Zeeland, naar het rustigste station van Zeeland. Dat is station Rinnandbad. Daar ben ik nog nooit geweest. Dus ik ben wel benieuwd wat eigenlijk te beleven is. Gezien nou ook het rustigste station van Zeeland is. O jeetje, er is de trein al. Dat is best wel vroeg. Dit is hier de trein uit Vlissingen richting Vlissingen. En dan zou je denken, hoe kan dat nou? Nou, door de werkzaamheden op het spoor aan bij Rotterdam Centraal keren alle treinen uit Roosendaal en verder naar Zeeland om in Rotterdam Centraal. Daardoor is deze trein nu al best wel vroeg aan het perron. En deze trein nemen we dan ook richting Rinnandbad. Zo, met deze vinger aangekomen op het winderige station van Rinnandbad. Hartelijk welkom op station Rinnandbad. Een stationnetje aan de Zeeuwse lijn tussen Roosendaal en Vlissingen. Ja, ik was net de enige uitstapper. Er is hier niet veel. Nou, de reden waarom ik nu hier in de brandende zon op station Rinnandbad in de camera sta te bleren is omdat dit station, wat echt heel rustig is, het rustigste station van Zeeland is. Het station ligt er al sinds 1874. Het had tot 1954 aan mijn hoofd nog een stationsgebouwtje. Dat is toen gesloopt. Tegenwoordig zijn het niet meer dan twee perronnetjes met een overweg in het midden. Dus ja, het is hier wel, heel mooi, maar ook heel erg rustig. Nou, het station maakt wel een vrij verlaten indruk. Desondanks is hier genoeg over te vertellen. Dus dat ga ik nu doen. Te beginnen met de faciliteiten van dit station. Aan dit perron zijn bankjes te vinden. Een stationsbord. Stationsverlichting. En hier een half overdekte abri met een bankje erin. En nog een prullenbak ernaast. En een stationsklok. Terwijl de overweg afgaat. Daar vertrekt de firm en er gaan in totaal 7 mensen mee. Daar is het ene perron, hier heb je dan de overweg. En daar is het andere perron met exact dezelfde faciliteiten. En over die perronindeling is wel wat leuks te vertellen. Namelijk dat aan deze kant de perron ligt. Maar als ik dan even de camera draai. Hier de overweg, daar.
En is daar het andere perron. Dan zou je je afvragen hoe heet dat zo'n ligging. Dat noemen we een bajonetligging. Wat dus wil zeggen perron aan de ene kant, overweg en dan het perron aan de andere kant. Er zijn ook nog een aantal stations die zijn enkelsporig. Die hebben dan dus zeg maar een perron, een overweg en dan een perron aan één en dezelfde spoorlijn. Dat zorgt ervoor dat de overweg niet de hele tijd dicht hoeft te gaan. Verder is nog vergeten te melden, beschikt dit station over een kaartautomaat, reisinformatie en de dienstregeling. De bediening van station Rilland Bad is vrij simpel. Door de week rijden zowel sprinters als intercities. Alleen door de week sprinters en in het weekend alleen maar intercities. Niet alle verbindingen uit de Randstad stoppen op dit station. Vandaar dat dit station elke 20 minuten een trein heeft. En dat geldt ook in het weekend. Dan is het elk half uur richting Vlissingen en ook richting Amsterdam. Staat hier verderop ook nog een bushalte, maar dat is alleen voor een buurtbus. Dus vandaag kun je hier geen bus verwachten. Wel kan je je fiets kwijt. Dan is het nu tijd voor de reizigersaantallen van station Rilland Bad. Dat is ook de reden waarom ik naar Rilland Bad ben afgereisd. Want het is sinds de laatste telling van NS in het jaar 2021 het minst gebruikte station van Zeeland. Hiervoor was dat station Arnhem-Muiden. Dat station telt nu 345 reizigers per dag. En dat is ongeveer 31 reizigers meer dan station Rilland Bad heeft. Station Rilland Bad heeft namelijk nu 314 reizigers per dag die gebruik maken van dit station. Daarmee is het de minst gebruikte station van heel Zeeland. En toegegeven, het is wel hier heel erg rustig en het ligt hier wel heel mooi. Maar ja, ik ben nu de enige op het station. Ik was ook de enige die uitstapte. Dus ja, het is hier wel, ja, dat het de minst gebruikt is, dat is wel te merken. Want het is hier ontzettend rustig. Nog een leuk weetje over station Rilland Bad. Dan zou je denken aan de naam. Ligt het in Rilland of ligt het in Bad? Nee, het ligt in stationsbuurt in de gemeente Rijmerswaal. Hoe komt dat? Vroeger lag hier namelijk nog helemaal niks. Toen hebben ze het station gebouwd. Hebben het aangelegd in 1874. En daarna was het een hele handige plek voor met name reizigers. Want ja, er komen reizigers op het station af. Maar hier lag toen dus nog niks. Dus dat hebben ze gedaan. Ze hebben hier gewoon letterlijk om het station huizen gebouwd. En kijk even, het ziet er toch gewoon heel schattig uit. Heel schattig plaatje dat stationsbuurt. Nou, dat was station Rilland Bad. Ja, er is hier niet heel veel over te vertellen. Het ligt in stationsbuurt. Het ligt er wel super schattig bij. Maar ja, het ligt wel vrij afgelegen. Het ligt namelijk pal aan de A58. Dat ligt hier ongeveer naast. En verder is stationsbuurt best wel rustig. En heeft het ook slechts 314 reizigers per dag. Al met al is het wel een heel schattig stationtje. Tot zover dan ook deze video. Ho, wacht eens even. We gaan eerst naar Roosendaal. Aangekomen te Roosendaal. Dit weekend zijn er werkzaamheden op de hoge snelheidslijn tussen Rotterdam en Breda. Waardoor de Intercity Brussel tussen Amsterdam en Brussel omgeleid wordt via Roosendaal. En daarmee gaan we ook een beetje deels terug de tijd in. Want vroeger tot 2018, april 2018, stopte de IC Brussel standaard in Roosendaal. Toen ging hij via lijn 12, dat ligt hier verderop bij Essen. In België ging hij de grens over. Nu doet hij dat tegenwoordig via de hoge snelheidslijn. En dit weekend dus niet. Door werkzaamheden gaat hij dus via Roosendaal naar Antwerpen en richting Rotterdam en door naar Amsterdam. En dat is superleuk. Daarmee gaan we over de oude route die jarenlang bekend stond als de vaste route van de IC Brussel. Dus dat gaan we zo meteen doen. De Intercity Brussel nemen over de oude route. Belgische varkensneus. Intussen kwam de trein naar Vlissingen aan. Deze moet nog even weg. En hierna komt de Intercity direct naar Rotterdam Centraal, Schiphol Airport en Amsterdam Centraal. Nou, de trein is inmiddels aangekomen, maar je ziet hem misschien al aan de ramen. Mensen zitten nog net niet tot aan het dak in de trein. Het is echt bomvol. Dus dat wordt maar even kijken of ik er nog in kan. Überhaupt dus in plaats. Spannend. 12 seconds later. Nou, dit ding zit dusdanig vol dat er niemand meer bij kan. En ook ik niet, want de hele eerste klas is zelfs vol. We skippen het IC Brussel, we nemen de volgende trein naar Rotterdam. Thank you.
Nou, dat was de Intercity bagagerek Brussel, waar de mensen net niet in de bagagerekken zaten. Onderweg richting Rotterdam, Schiphol en Amsterdam. Ik pak zo de normale trein richting Rotterdam. Lekker lezen, Verum. En na een lange rit in deze VM4 die best warm was, aangekomen te Rotterdam Centraal. Mijn heimstemming. En hier ga ik dan ook de video afsluiten. Het is klaar voor vandaag. Het ging over Rilland Bad, Minstbruikstation van Zeeland. Na een afgeladen IC Brussel waar ik niet in kon, in Roosendaal. Helaas, wie weet tot de volgende keer. En tot slot nog deze VM die nog vrij warm was. De zeep breekt me op dit moment. Ik sluit hier de video af. Ik ga nu lekker richting huis. Bedankt voor het kijken. Laat een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal. Laat een leuke reactie achter. En tot de volgende keer.